Nou, het is zo gegroeid eigenlijk. Kijk, op een gegeven moment dacht ik van na mijn carrière in 2010 ben ik eigenlijk toen gestopt. En toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Toen dacht ik van, nou, het is wel leuk een sportschooltje beginnen. Hè, jongens opleiden, de volgende generatie mijn ervaringen meegeven. Dat heb ik toen ook gedaan. In 2010 ben ik daarmee begonnen. En het loopt echt succesvol. Het is maar nu ga jij, je bent al bezig met een franchise uit te rollen. Ja, wat het is, wat je nu ziet, is dat iedereen, heel veel sportscholen zien nu met een bokszak in hun sportschool. Ja. Maar ze hebben daar in mijn ogen niet altijd een goede trainer erbij. Nou, zo'n personal trainer, fitness trainer, die wordt 2 weken op een kickbokstraining gestuurd. En die komt terug en die gaat dan bepaalde manier, op zijn manier, kickboksles geven. Mm-hmm. Ja, en dan zie ik ze nog steeds, hup, en 1 en 2, op heel raar stoten. Ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat kan niet zo, jongens. Je moet vanaf de wangen stoten en niet vanaf je heupen. En toen, samen met de compagnon, zijn we erover na gaan denken van hoe kunnen wij dat nou anders aankleden. Overal hebben ze bokszakken hangen. Ja. Nou, ik heb gedacht, van, nou, als ik naar een sportschool binnenloop en zeg van, hey, hang daar nou eens de Bonjas Academy bokszak op. Dan hebben ze een bepaalde naam hebben ze binnen. Ja. Ik ben niet zo iemand. Maar je merkt wel beschermen, dus het moet wel een beetje kwaliteit zijn. Ja, zeker. Dan gaan we zeker de trainers trainen. Ja. Om daar les te kunnen geven, op de goede manier. Oké, dus jij bent een soort uitzendbureau van kickbokstrainers. nou, zo mag je het ook noemen, maar... Zijn het ondernemers zelf die dan het Bonjasky-merk mogen dragen? Juist. Ja. Daar wordt natuurlijk... En hoe hou je... Want jij bent gewoon supergoed en 3 keer kampioen K1 geworden, dus jij kan dat wel. Mm-hmm. Maar hoe hou jij dan de kwaliteit hoog? Want jij hebt wel een naam hoog te houden. Ja, doordat de trainers om de zoveel tijd komen ze bij mij weer een opfriscursus doen. Ja, ze moeten bij mij een aantal maanden moeten ze keihard trainen. Ja. De lessen moeten gewoon kloppen. En op een gegeven moment krijgen ze daar een certificaat voor. En dan om de zoveel tijd komen ze weer terug om weer een opfriscursus te doen. Ja. Wat is je grootste uitdaging? Mijn grootste uitdaging, je bedoelt binnen de... Binnen dit bedrijf, ja precies. Kan je bijvoorbeeld internationaal laten groeien, is jouw naam... Ja, want jouw naam is wereldwijd vermaard, toch? Ja, kijk, ze kennen me hier iets wat in Nederland, maar bijvoorbeeld in Japan ken je niet over straat. En als maar waarom begin je dan niet in Japan? Je wil het eerst hier uittesten. Okay. En in Japan spreken ze toch een andere taal. Nou ja, maar Bonjasky, dat is een met jouw hoofd erbij en een zak en je hoofd erop. Het is makkelijker om hier te starten. Ja. Makkelijker om hier te starten, omdat het hier dicht bij huis is. Ik spreek hier de taal. Ja. En daar is het toch iets. Ja. Maar ga je het ooit doen of zit het ergens in de dromenfase? Dat zit ver in de droom. Het zit ver in de droom. Ik wil het eerst hier in Nederland uitwerken. En dan in Europa. En dan kunnen we kijken of we overseas kunnen. Super gaaf.